Hey, hey, lieve yogis. In deze zachte yin-yang flow gaan we contact maken met onze ademhaling, ons lichaam. Dus we gaan een zachte houding aannemen en een mooie stretch gaan opbrengen in ons lichaam. We gaan starten in een makkelijke houding. Maak het jezelf eerst en vooral comfortabel. Je hebt niks nodig buiten jezelf, hé, Martje. Als het moet, mag je gerust altijd je houdingen aanpassen. Als je blokken zet, mag je ze gerust bij de hand nemen. Maar in principe heb je niks nodig. Je handen op je knieën of op je billen, schouders ontspannen. Zit mooi rechtop. Sluit eerst je ogen en maak contact met je ademhaling. De tijd nemen om je schouders losjes te laten ontspannen. Je gezichtsspieren zacht te maken. Je zit mooi rechtop. Neem nog een diepe in en een volledige uitademing. En als je ogen gesloten waren, dan open je ogen. Oké, we gaan eerst starten in zitpositie met beide voetzolen in de mat. Dus voeten in lijn met je heupen. Neem je scheenbenen vast of je knieën van aan de voorzijde. En zet eerst mooi rechtop. We gaan eerst van hieruit een paar cat-cows maken, dus telkens een holle rug en een bolle rug, zodanig dat we ons ruggengraat klaar kunnen maken voor deze les. Dus je ademt heel diep en maak een holle rug. Duw je hart naar voren, laat gerust je hoofd naar achter vallen. Op je uitademing maak je een bolle rug en op je borst. Adem in, holle rug. Adem uit, bolle rug. Adem in, holle rug. Adem uit, holle rug. En nog een laatste adem in, holle rug. En adem uit, holle rug. En dan heel langzaam lift je jezelf terug omhoog. Strek je enkel je rechterbeen door en linkervoetzool hou je in de mat. Of omgekeerd, dan wissel je hoofd van kant. Flex je voet waarvan je been gestrekt is. En dan grijp je met je rechterarm je linkerbeen vast en je linkervingertoppen achter je zitvlak. Je ademt heel diep en je maakt lengte. Dus alsof er iemand met een koortje aan je kruin trekt, maak je jezelf heel lang. Dus je ademt heel diep in. Adem uit, twist. Adem in, verleng. Adem uit, twist. En dan laatste adem in. En adem uit. Adem in. Kijk terug naar de voorzijde van je mat toe. Plaats terug beide voetzolen in de mat. Hou jezelf mooi rechtop. Hier terug een paar zittende cat-cows. Dus adem in. Maak een holle rug. Adem uit. Bolle rug. Adem in, holle rug. Adem uit, holle rug. Adem in, holle rug. Uit, holle rug. En dan heel langzaam lift je jezelf terug omhoog en gaan gewoon wisselen. Dus linkervoetzool nu in de, of rechtervoetzool in de mat. Linkerbeen strek je door en flex je voet. Grijp nu met je linkerarm je rechterknie tegen je aan. Hou je voet al eens tijd actief en plaats je rechtervingertoppen achter je. Mooi, van hieruit maak je terug een lengte. Adem uit, twist. Adem in, verleng jezelf. Adem uit, kijk over je schouder naar de achterzijde van je mat toe. En dan laatste, je ademt in. En je ademt volledig terug uit. Mooi, en dan heel langzaam kijk je voor je uit. Strek je beide benen door, flex je voeten, adem hier heel diep en maak jezelf lang. Adem uit, kantel vanuit je bekken en laat jezelf voorwaarts en omlaag vallen. Maakt niet uit hoe diep dat je komt, hier gaan we eerst een beetje aan ontspannen aan ons rug en tegelijkertijd ons hamstrings doorstretchen. Je voeten mag je rustig geflext houden of je houdt ze ontspannen. Je ademt hier heel diep in.
En je ademt uit. En dan heel langzaam rol je jezelf omhoog. Zet terug mooi rechtop. En dan neem je je linkerknie, je linkerknie zo dicht mogelijk tegen je aan. Je verstrengelt je handen rond je linker scheenbeen. Point nu je rechtervoet en heel langzaam rol je jezelf uit. Trek je linkerknie naar je linkerschouder toe, achterhoofd ontspannen. Van hieruit mag je gerust ook je linker enkel losrollen. Je andere voet blijft gepoint. En dan heel langzaam strek je dat been door en haak je nu je vingers in elkaar achter je linkerbeen. Hier mag je je voet nu flexen, dus je linkervoet is geflext, je rechtervoet is gepoint. En trek je been op iedere uitademing iets dichter naar jezelf toe. En als je merkt dat je niet veel geen stretch voelt, dan grijp je been wat hoger vast en trek je dat been iets verder of iets dichter liever naar jezelf toe. Flex je voet, voel de stretch en hands je linkerbeen. Ga nog één ademhaling hier nemen, je ademt in. En volledig uit. En dan ga je heel langzaam dat been terug buigen. Strek je been door, dus beide benen zijn gestrekt. Strek dan beide armen boven je hoofd. Trek je navel naar binnen. Dan gaan we heel langzaam omhoog komen. Dus rol jezelf, wervel per wervel omhoog. En dan gaan we gewoon wisselen. Trek je rechterknie omhoog. Verstrengel je handen rond je rechter scheenbeen. En rol jezelf terug heel langzaam uit. Terwijl je rechterknie naar je rechterschouder toe trekt. Linkervoet. Dus je linkervoet is gepoint. En je rechtervoet mag je eventjes gaan losrollen. Trek je tussen je knie dicht naar jezelf toe. En dan heel langzaam strek je dat been door, haak je vingers in elkaar achter je rechterbeen en flex je nu je voet. Dus je duwt je heel omhoog. En intussen trek je op iedere uitademing je been dichter naar jezelf toe. Dus let erop dat je linkerbeen die ontspannen in de mat rust gepoint is, dus je linkervoet gepoint is en je rechtervoet geflext is. Voel je geen stretch, hou je dat been wat hoger vast en trek je je been wat dichter naar jezelf toe. Eén ademhaling, hier je ademt heel diep in en volledig uit. En dan heel langzaam buig je terug je rechterbeen. En dan strek je je been door, staan de beide benen doorgestrekt, ontspannen. Rusten naar je mat, point beide voeten. Strek je armen terug boven je hoofd, trek je navel naar binnen. En heel langzaam rol je jezelf omhoog. Oké, dan mag je beide voeten links of rechts verplaatsen en dan komen we eerst op handen en knieën. Mooi. Knieën onder je heupen, handen onder je schouder. Strek je navel naar je ruggengraat toe en inademen. Strek je je linkerbeen door. Trek je navel mooi naar binnen en strek je rechterarm door. Maak een lange lijn van je linkerteentoppen tot aan je rechtervingertoppen. Je ademt hier heel diep in. Op je uitademing, knie naar je elleboog. Maak jezelf klein. Adem in, strek door. Adem uit, knie naar je elleboog. Adem in, strek. En adem uit, maak jezelf klein. En dan plaats je terug alles in de mat. Maar gewoon balans maken. Strek je rechterbeen door, linkerarm naar voren. Maak jezelf eerst lang van je rechterteentoppen tot aan je linkerteen, vingertoppen. Adem heel diep in. Adem uit. Alles naar binnen. Adem in, strek door. Adem uit. Knie naar je elleboog. En dan laatste. Adem in, strek. En adem uit. Knie naar je elleboog. En dan plaats je terug alles in de mat. Knieën in lijn met je heupen. En van hieruit, als je handen loodrecht onder je schouder staan, ga je één handafstand met je handen naar voren verplaatsen. Spreid je vingers mooi wijd. En van hieruit ontmoeten we elkaar aan onze eerste neerwaartse hand. Dus je krult je teentoppen in de mat. En dan lift je je knieën uit de mat. Zet vlak hoog. Neem eerst de tijd om te gaan wandelen in je neerwaartse hand. Buig je linkerbeen en je rechterbeen.
ontspan wanneer je in neerwaartse hand staat. Merk je dat het niet heel ontspannend werkt. Plaats dan gerust terug die knieën in de mat. Neem nog een ontspannende in en een diepe uitademing hier. En dan heel langzaam wandel je tot op de voorzijde van je mat. Dan hieruit ga je jezelf heel ontspannen laten hangen. Zorg ervoor dat je navel een klein beetje naar binnen trekt hier in Uttanasana. Hoofd, schouders, alles is losjes en ontspan. Je mag gerust tegenovergestelde ellebogen vastnemen en van links naar rechts wiegen. En dan laat je terug alles los. Als je armen vast had of je ellebogen laat het los. Op je inademing lift je je hart halve omhoog. Maak een tafel bij je rug. Op je uitademing Uttanasana. Handen plaats je ditmaal in je zij. Trek je ellebogen, je schouderbladen naar elkaar toe. En lift jezelf heel langzaam omhoog. En je navel mooi naar binnen. Oké, stap je linkervoet een stap naar achter. We gaan naar krijger 1 positie. Dus je linkerteentoppen wijzen naar voren. Rechterteentoppen aan de voorzijde van je mat. En probeer je heupen zoveel mogelijk parallel te houden met de korte zijde van je mat. Hetzelfde voor je schouders. En inademen, strek je armen allebei voorwaarts en omhoog. Van hieruit ga je heel diep inademen. Je ademt heel diep in. En je ademt uit, hier in je krijger 1. Vanuit je krijger 1, zwaai je armen in lijn met je schouders, links en rechts. Spreid je vingers mooi wijd, beide handpalmen wijzen omlaag. En op je uitademing kom je halfweg omlaag. Je ademt in, strek jezelf terug omhoog. En nu wijzen terug de handpalmen naar elkaar toe. Adem uit, armen in lijn met je schouders. En tegelijkertijd kom je halfweg omlaag. Je ademt in, flip je handpalmen de lucht in, totdat je handpalmen naar elkaar toe wijzen boven je hoofd. Adem uit, omlaag, handpalmen terug omlaag, armen in lijn met je schouders, adem en lift. Adem uit, omlaag, en nog een laatste adem en lift. En adem uit, omlaag. En dan laat je je handen naar weerszijden bij je rechtervoet vallen. Krul je achterste teentoppen in de mat. En dan gaan we naar hoge plankpositie. En hier kan je ervoor kiezen om vanuit je hoge plank je knieën in de mat te laten rusten. Vanuit je hoge plank of plank met knieën in de mat. Neem je de tijd om heel langzaam in buiklicht te komen. Ontkrul je tenen, adem en lift je hart uit de mat. Cobra. Adem uit, ontspan. Krul je teentoppen terug in de mat, hou je ellebogen mooi langs je lichaam en dan lift je jezelf omhoog en we ontmoeten elkaar terug in neerwaartse hond. Neem een diepe en een volledige uitademing hier in je neerwaartse hond. En dan wandel je terug tot op de voorzijde van je mat. Terug hier in Uttanasana, voeten op heupbreedte. Buig rust door je knieën en laat jezelf hangen. Buig genoeg nu door je knieën om je ellebogen vast te nemen achter je knieholte. Dus je neemt vast wat je kan vastgrijpen, zij het nu je polsen, je handen of je ellebogen. Neem je tijd en voel de stretch in je hamstrings, maar tegelijkertijd ook in je bovenlichaam. En hier één ademhaling nemen, je ademt in en volledig uit. Dan laat je armen terug los, adem en lift je hart hier half omhoog. Adem uit, ontspan. Plaats je handen in je zij en kom heel langzaam terug omhoog. Trek je navel naar binnen. Eenmaal rechtop in Tadasana, de berghouding. Stap je je rechtervoet naar achter. Terug in die krijger 1 positie. Dus controleer of dat je je rechterteentoppen een klein beetje naar voren wijzen. Je linkerteentoppen naar de voorzijde van je mat. Dus je draait je rechtervoet ongeveer 45 graden naar voren. Je linkerknie is mooi boven je enkel. Inademend. Schouders en heupen ook parallel met de korte zijde van je mat. En dan inademend je armen voorwaarts en omhoog.
Trek je navel mooi naar je ruggengraat toe. Schouders ontspannen. Je ademt heel diep in hier. En je ademt uit. Adem terug heel diep in. En uitademend. Armen in lijn met je schouders. Handpalmen omlaag. En kom je ook halfweg omlaag. Je vliegt als het ware. Adem en flip je handpalmen omhoog. En lift jezelf terug omhoog. Maar zorg ervoor dat je onderlichaam hetzelfde blijft. Adem uit. Halfweg omlaag. Adem in, handpalmen, flip je omhoog totdat je handpalmen naar elkaar toe wijzen boven je hoofd en adem uit. Terug omlaag, armen in lijn met je schouders, je rug is zo vlak mogelijk. Adem in, lift jezelf omhoog. Adem uit, omlaag, blijf laag en dan plaats je terug je handen naar weerszijden met je linkervoet. Krul je achterste teentoppen in de mat en we ontmoeten elkaar in hoge plank. Vanuit hoge plank ga je de knieën ter breedte van je mat plaatsen en ontmoeten we elkaar in puppyhouding of in kindhouding. Hier kies je voor jezelf. Hier gaan we eventjes gaan ontspannen. Ontspan je schouders. Voel de stretch in je heupen. Neem nog een ontspannende en een diepe in- en uitademing. Hier, je ademt in. En volledig uit. Nog heel langzaam. Kom je op handen en knieën, maar hou je knieën zo wijd mogelijk uit elkaar met de dikke tenen samen. Als je vanuit puppyhouding komt, neem je de tijd ook om die knieën wat verder uit elkaar te plaatsen. En dan plaats je je rechterhand loodrecht onder je gezicht. Op je inademing strek je je linkerarm omhoog. Stapel beide schouders mooi op elkaar. Je mag rustig naar je linkervingertoppen heen kijken. We gaan hier twee ademhalingen nemen. Je ademt in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. Ga gewoon wisselen. Linkerhand onder je gezicht. Adem en strek je rechterarm door. Kijk rust naar je rechtervingertoppen toe als je nek het toelaat. Je ademt heel diep in hier. Volledig uit. Adem in. En ontspannen. Adem je uit. Mooi. En dan heel langzaam kom je terug op handen en knieën. Verplaats je knieën terug mooi onder je heupen. En van hieruit draai je rechter onderbeen naar buiten. Linkervoet plaats je achter je rechterknie. Dus neem de tijd om te kijken of je mooi uitgelijnd staat. Rechterhand loodrecht onder je rechterschouder. Inademen, strek je linkerarm boven je hoofd. Maak jezelf lang hier. Dus van je voet tot aan je kruin maak je een lange lijn. En dan ga je inademend je arm boven je hoofd zwaaien. En intussen misschien zelfs je been uit de mat liften. Je ademt heel diep in hier. En uitademend plaats je terug je voet in de mat terwijl je arm omhoog lift. Adem in, lift je been omhoog, je arm boven je oog. Adem uit, omlaag. Voet zo terug in de mat. Rijk je arm de lucht in. Adem in. Navel naar binnen. Adem uit. Nog een laatste adem. En lift de been omhoog. Arm boven je oor. En terug. Voet zo in de mat. Je arm lift je omhoog. En we gaan gewoon wisselen. Handen terug. Onder je schouders, beide knieën onder je heupen. Als je last hebt van je polsen, neem de tijd om je matje dubbel te vouwen. Of ja, liever de voorzijde van je mat dan. En dan ga je je linker onderbeen naar buiten draaien. En je rechtervoet zo achter je linkerknie plaatsen. Dus je neemt de tijd. En je strekt dan, kijk of je linkerschouder en je linkerpols op dezelfde lijn staan. En dan strek je je rechterarm omhoog. In een ondersteunende zijwaartse plank. Je ademt eerst heel diep in hier. En uit. Mooi. Op je inademing strek je arm boven je oor. En misschien terug tegelijkertijd dat been uit de mat. Adem in. Adem uit. Voetzool in de mat. En vingertoppen de lucht in. Adem in. Lift je been omhoog. En je arm boven je oor. Adem uit. Terug in de mat. En vingertoppen omhoog. Adem in.
Adem uit. Nog tweemaal adem in. Volledig uit. En nog een laatste adem in. En adem uit. En terug op handen en knieën. Vanuit handen en knieën kom je helemaal in zitpositie. Eenmaal in zitpositie, strek je je benen in een wijde V-vorm. Zo wijd mogelijk uit elkaar, maar zonder dat je overstretcht. Dus je strekt je benen in een V-vorm. Mooi. Van hieruit ga je je linkervoetzool, of je rechtervoetzool, als ik in het spiegelbeeld ga werken. Dus rechtervoetzool aan de binnenzijde bij je linkerbeen. En flex je voet. Dus je voet is actief. En van hieruit, je kijkt mooi naar de voorzijde van je mat. Of mooi recht voor je. Dus in richting van je geplooide been. En dan ga je inademen met je armen voorwaarts. En omhoog zwaaien. Maak jezelf ook hier lang. Op je uitademing laat je je rechterhand of je linkerhand rusten op je linkerbeen. En dan heel langzaam ga je met je bovenlichaam over je gestrekt been gaan hangen. Je vingertoppen reik je door en voel die flankstretch op je rechterzij. Om op je linkerzij te zien met welk deel dat jij start. We gaan hier twee ademhalingen nemen. Je ademt heel diep in. Volledig uit. Je voet gauw je flext. Adem in. En uit. Lift jezelf terug helemaal omhoog. En van hieruit gaan we twisten. Je rechterhand op de voorzijde of de buitenzijde van je benen. Linkervingertoppen achter je. Maar hou je rechtervoet nog steeds actief. Op je inademing maak je jezelf lang. Op je uitademing kijk je naar achteren. Adem in, verleng. En adem uit, twist. Nog een laatste adem in, verleng. En adem uit, twist. Op je inademing kijk je terug naar de voorzijde van je mat toe. Plaats je eerst beide voetzolen samen. Grijp rust je enkels vast of verstrengel je handen rond je tenen en inademend maak je jezelf lang en op je uitademing kantel je voorwaarts en omlaag. Hier gaan we twee ademhalingen nemen. Je ademt heel diep in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. En dan rol je jezelf heel langzaam terug omhoog. Strek je benen terug eerst in een V-vorm. We gaan wisselen van kant. Dus hetgene waarmee dat jij gestart bent, ga je gewoon wisselen. Rechtervoetzool aan de binnenzijde van je linkerbeen. En flex je linkervoet. Dus je been die gestrekt is, flex je je voet. Je zorgt ervoor dat je mooi voor je uitkijkt in richting van je geplooid been. Adem in, zwaai je armen voorwaarts en omhoog. Maak jezelf lang. En we gaan eerst onze flank gaan stretchen. Dus je kantelt met je lichaam, met je bovenlichaam over je gestrekt been. En dan laat je je linkerhand of je rechterarm zakken waar dat die neerkomt. Is nu op je been. En merk je dat dit al genoeg is. Dan weet dat je je houding telkens kan aanpassen. En dan ga je je arm boven je oor strekken. En reik je vingertoppen zo ver mogelijk in de richting van je geflext voet. We gaan hier twee ademhalingen nemen. Je ademt in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. En dan lift je jezelf terug helemaal omhoog. Mag je armen eventjes voor je of boven je uit gaan strekken. En dan gaan we twisten. Je linkerhand of je rechterhand komt op de buitenzijde van je geplooid been. Je voet is nog steeds geflext van je gestrekt been. En je vingertoppen plaats je achter je zitvlak. Dus neem de tijd gerust om in de houding te komen. Want ik heb start en spiegelbeeld. En nu niet meer. Dus misschien ben je eventjes in de war. Dus neem de tijd gerust om te kijken naar mij. En dan ga je inademend jezelf gaan liften. En op je uitademing kijk je over je schouder heen naar de achterzijde van je mat toe. Je ademt in, je verlengt jezelf. Adem uit, twist. Hou je voet geflext. Adem in. En adem uit. Adem in. Ontspan uit.
En dan kijk je terug naar de voorzijde van je mat toe. Plaats terug beide voetzolen samen. We gaan terug die zittende Baddha Konasana, onszelf voorwaarts laten vallen. Enkels vastnemen of je teen op je adem. Heel diep in, maak jezelf lang. Op je uitademing kantel je vanuit je bek. Twee ademhalingen terug hier. Je ademt heel diep in. Volledig uit. En dan een laatste adem in. En laat los op je uitademing. En rol jezelf heel langzaam terug omhoog. Kruinwijs omhoog. Neem je knieën van aan de buitenzijde vast en plaats je voetzolen in de mat. Eenmaal de beide voetzolen in de mat staan, ga je heel langzaam jezelf gaan uitrollen. Je hielen staan in lijn met je heupen. En je voeten op heupbreedte, handpalmen omlaag. En dan ga je inademen naar brugpositie. Lift je bekken uit de mat. Op je uitademing laat je terug je bekken aan de mat toe vallen. Adem in, lift jezelf omhoog. Adem uit, omlaag. En nog een laatste. Adem in, lift. En adem uit, omlaag. Blijf laag. Hier mag je nu de tijd nemen om je handen op je buik te plaatsen. We gaan een korte ontspanning nemen. Dus zorg ervoor dat je schouders ontspannen zijn, achterhoofd ontspannen, bekken ontspannen in je mat. Mag gerust je knieën naar binnen laten vallen, hielen een beetje naar buiten. En dan neem je de tijd om jezelf te verbinden met een paar diepe ademhalingen. Neem nog een diepe ontspannen in en een volledige uitademing. Dus je ademt in. Voel de ruimte in je lichaam en adem uit. Ontspan. En heel langzaam, als je ogen gesloten waren, open je ogen. Rol je over je linker of je rechterzij. En heel langzaam duw je jezelf omhoog in een gemakkelijke houding. Sukhasana of kleermaker zit. Eenmaal mooi rechtop. Verzorg je je houding. En plaats je de handpalmen in Anjali Mudra voor je hart. Mag dan je kin op je borst laten zakken. En neem de tijd om te centeren. Voel de ruimte die jij hebt gemaakt in je lichaam. Misschien voel je iets meer ontspan. Langzaam terug je ogen als ze gesloten waren en dan lift je je hoofd omhoog. Dan wil ik jullie allemaal van harte bedanken dat jullie deze les hebben meegevolgd met mij. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik roet niet alleen het licht in mezelf. Ik roet ook het licht in jou. Namaste.